Minister van Justitie Vincent van Quickenborne zal een tijdje niet meer te zien zijn op werkafspraken zoals deze. Hij wordt beschermd door de politie, want dit weekend bleek dat criminelen een plan hadden om hem te ontvoeren. Wat hebben ze nu ontdekt? Ja, er is een plan ontdekt door onze speurders om onze minister van Justitie te ontvoeren. Vlakbij zijn huis hebben ze een auto gevonden met daarin hele zware wapens en ook ander materiaal om hem proberen te ontvoeren. En de speurders hebben ook 4 criminelen kunnen oppakken die van plan waren om dat te doen. Maar ze hebben dat gelukkig op tijd kunnen doen en dus is er eigenlijk niks ergs gebeurd. Wie zit erachter? Wel, ze denken nu dat het mensen uit het drugsmilieu zijn die daarachter zit. Want onze minister van Justitie die is natuurlijk verantwoordelijk voor de strijd tegen de drugscriminelen. Hij wil hen zwaarder straffen. Hij heeft de laatste tijd ook heel veel drugscriminelen proberen op te pakken. Ja, voor hen is dat natuurlijk geen fijn nieuws. En het zou dus kunnen dat zij willen wraak nemen door hem te willen ontvoeren. Is de minister nu veilig? Onze minister die zit nu met zijn gezin op een hele veilige locatie. Een geheim adres wel, dus we weten niet waar dat is. De speurders gaan nu onderzoeken of echt alles in orde is. En als dat zo is, dan mogen ze terug naar huis gaan. En misschien toch nog eens zeggen dat het echt heel erg uitzonderlijk is dat dit in ons land gebeurt. Dikke merci om te kijken. Als je maar niet genoeg kan krijgen van onze video's, gewoon abonneren op ons kanaal.